Dit zijn beelden van de internationale FAI Jumping rubriek Winning Round tijdens Indoor Brabant, waarbij een totaal aan prijzengeld van €17.500 te verdelen was. Een Winning Round betekent dat ongeacht het aantal strafpunten de beste 10 doorgaan naar de barrage. In het geval van meer dan 10 foutloze of gelijkwaardige strafpunten geldt de beste tijd. Dat hield in dat de ruiters direct ook op tijd moesten presteren en dat allemaal over een zwaar parcours van 1,50 meter. Het deelnemersveld bestond uit de absolute top van de wereld. Zo zagen we Otto Becker, Rodrigo Pessoa, Piet Rijmakers en Franke Sloothaak voor Duitsland. Gerco Schreuder reed de hengst Eurocommerce Napels, maar had helaas een weigering. Ludo Filipaert startte verelst Rasputin, waarmee hij in de grote prijs van Hassel tweede werd. Maar hier besloot hij na meerdere fouten op te geven. Ook Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam hield het voor gezien met de Mary Balabuska R. En de Zwitserse topper Beat Mendli stapte ongewoon af bij de tweede harde weigering van zijn paard LB Pompidou. Jos Lansink zette de Mary AK Peanut Z in. Zij liet het publiek wel even schrikken nadat ze in paniek raakte bij de stijlsprong met het hek. Ik had een goed gevoel en ja, toen kreeg hij onderweg een fout en toen werd het paard misschien ja, een beetje, ja, hij is sowieso al een beetje onervaren en een beetje tens, een beetje gestrest was hij onderweg. En ja, zo'n smal hekje, ik denk dat hij dat nog niet zo vaak heeft gezien, of dat heeft hij niet zo vaak gezien. En ja, daar verkeek hij zich denk ik een beetje op en daar had hij angst voor en ja, ging het mis. Maar gelukkig bleven ze ongedeerd. Surin van Ronne met de Holsteiner Cantaro was wel foutloos, maar niet snel genoeg voor de barrage. Hij was daarbij in het goede gezelschap van de nummer 4 op de wereldranglijst, Ludger Beerbaum. Ook hij was foutloos, maar haalde met de Cloverhill-zoon Frisky 4 de barrage ook niet. Bij de barrage van een winning round wedstrijd komen de combinaties met de snelste tijden in de voorronde als laatste aan de beurt. En dus zagen we als eerste in deze spannende barrage Cayetone Martinez de Erug uit Spanje met de Frans gefokte ruin Jascar Lavallée. Hij zette een tijd neer van 37,67. Franke Sloothaak gooide met de hengst Cyrano de Bergerac een balk op de nieuwe bodem van Indoor-Brabant. Wim Schreuder zal ook 4 strafpunten pakken met de Darko-zoon Eurocommerce Deauville. Wout-Jan van der Schans was behoorlijk snel in de voorronde en zijn hengst Broeren Maroon sprong fantastisch. Maar nu ging het mis en kreeg hij 2 keer een fout. Henrik Anka Krona uit Zweden deed het met de 15-jarige KWPN-ruin Audi Scandalite heel goed. Hij bleef foutloos en pakte de 4e plaats in. Lars Nieberg, tweede op de wereldranglijst, reed met een mooie Hannoveraanse hengst Atlantus ASFRH een supergoede rit. Ook hij bleef foutloos en bracht de snelste tijd nu op 33,24. Snelheid is blijkbaar ook wel echt iets voor de Braziliaan Rodrigo Pessoa. Scherp wenden, hard rijden en foutloos gaan. Het kon allemaal met de merk Bianca uit Kidam de Revel. Hij sloeg een behoorlijk gat met een tijd van 31,20, maar zeker van de winst is hij nog niet. I don't think it's enough to win. The last rider to go with Joel, he's very fast. The time is beatable, but they have to try hard. Samantha McIntosh uit Bulgarije met de Franse Mary Hildon Flèche Rouge kwam er in elk geval niet meer onder, maar ze haalde wel de 3e plaats. De 2 snelste uit de voorronde moesten nog komen. En wel 2 Nederlanders. Als eerste Albert Soer met de KWPN-hengst Lincoln, waarmee hij de avond ervoor nog de finale van de Sires of the World won. Nu gaat het minder goed. Soer geeft alles en zijn tijd komt in de buurt van die van Pessoa, maar het risico levert 8 strafpunten op. Alleen de 22-jarige Europees kampioen bij de Young Riders Gert-Jan Brugging heeft nu nog de kans Pessoa eraf te rijden. Vanuit de inrijbak volgen de ruiters zijn prestaties op de monitor. De supersnelle X-Time-zoon Joel heeft daar zin in en Pessoa ziet hem onder zijn tijd komen.
Wat jammer. We hadden hem wel overheen willen dragen, maar toch een mooi applaus voor die sportief gereden stijl. Gert-Jan Brugging, 30 seconden, 1700ste. Hij zou het gehaald hebben, maar jammer van die ene springfout. 4 penalty point, 30 point, 17. Ja, bijna, tot de laatste hindernis. Oké, ik kwam over de Audi Oxer en dan moest ik, dat was op 6 losgang naar de laatste, werd me verteld, maar ik kwam erover. En op de Audi Oxer kwam ik vrij kort en ik kwam erover en toen dacht ik, nee, ik doe het niet op 6 op 7. Ja, dat had ik niet moeten doen achteraf, toen kwam ik te dicht. Ja, dan kreeg ik het voorbenen een fout op de voorste van de oxen. Ja, het kan gebeuren. Jammer voor Brugging. Het Braziliaans volkslied klinkt voor Rodrigo Pessoa in de Brabanthallen. En dan te weten dat dit nog maar een voorproefje is voor de wereldbekerwedstrijd van de volgende dag. Voor deze wedstrijd gaf hij alle eer aan Bianca. You know, and of course everything is difficult from the first to the last, but I would say for her in the first round was the triple combination because the oxer in the middle was pretty wide and only with one stride. She doesn't have so much power, but she did it really well, and again in the jump off she jumped super, so I think she didn't touch one fence on the both rounds, so it's really up to like she always is. She's a very hard trier and always gives the maximum. She's great. De tweede prijs was voor Lars Nieberg uit Duitsland. Derde werd Samantha McIntosh uit Bulgarije. En beste en zeker snelste Nederlander was hier Gert-Jan Brugging op de zesde plaats.